schitterende sector, vind ik in ieder geval. En Medtronic is een van de reuzen in die sector. Had eerste kwartaalcijfers, we hebben gebroken boekjaar, dus vandaar. Nou, en die cijfers waren prima. Koersreactie was ook fantastisch, procent of 3-4 erbij. Interessant is wel dat Medtronic iets heeft gezegd over de gevolgen van de Delta-variant van het coronavirus in de Verenigde Staten. Daar zien zij al wel wat effecten van. En wat dat betekent dat voor Medtronic? Dat betekent dat Amerikanen bijvoorbeeld chirurgische ingrepen gaan uitstellen. Dus denk aan het plaatsen van een nieuwe pacemaker of een pijpbestrijdingssysteem in je ruggenmerg. Tot aan operaties voor vervanging van je hartkleppen. Dus dat ziet Medtronic nu al, want dat zijn de producten die zij aanbieden. Maar een van de redenen waarom de beleggers toch wel redelijk opgelucht waren, is dat Medtronic zei, wij zien ergens een piek in het aantal besmettingen begin september. Ze weten dat we in het tweede kwartaal er nog last van houden. Heeft verder geen gevolgen voor de verwachtingen voor de omzetgroei en de winstgroei voor dit jaar. De winstgroei werd zelfs nog iets opwaarts bijgesteld. Ja, dat zorgde wel voor opluchting bij een mooi bedrijf dat ook in onze dividendportefeuille zit.